mensen, top dat jullie weer kijken en welkom bij deze nieuwe werkplaatsvlog. We gaan vandaag weer even verder klussen aan de BNP en kijk eens wie er weer is om te helpen. Hey, Ruuskat. Daar is hij weer. Hey, was geluk met reparatie. Ja, perfect. Geen waterlekkages, alles weer goed. Het thermostaathuis is echt perfect dicht, maar ik wil binnenkort toch voor de zekerheid ook de waterpomp nog gaan wisselen. Daarom heb ik er ook eerst maar water in gedaan Komt allemaal goed. Nou, die vind ik hier los. Ik wou net zeggen. Moet het geen probleem zijn. Hey, ik zag al mensen die zeiden, ik kan hem gewoon als je sleutel erop zet even tikken. Met die zijn los tikken, maar dat hadden we geprobeerd. Maar hij zat toch een beetje vaster die dan dat. Die had ik op YouTube ook gezien en Die had ik ook al een keer eerder geprobeerd. Ja, dat was mijn eerste ingeving ook. Ik denk, ik hou gewoon die V-riem zo als gespannen, zo met mijn hand. Dat hij niet gaat slippen op de poelie en dan een paar flinke tikken. Maar Hij zat goed vast. Ja. Hey, maar je hebt nou een sleutel ervoor, dus dat is goed, hè? Ja, dat sowieso. Maar nou is hij één keer los geweest, dus dan is het sowieso veel makkelijker om hem weer los te krijgen. Dus, die zat al 25 jaar lang op dezelfde plek misschien. Misschien wel. Oké, okay. Hey, laten we verder gaan met de BNP. Jij wilde nog stralen, Paul? Ja, even filter schoonmaken en dan kunnen we stralen, ja. Ja, super. Dan ga ik alvast die onderdelen spuiten die er hangen. Dan kunnen we dingen in elkaar gaan zetten. Wielen op de BNP, ruimte maken. Toch wat uitgekomen. Oeh, oh jee. Issues. Ja, ik heb het weer kapot gemaakt. Ja, niet helemaal. Nee. Hij heeft eigenlijk zichzelf kapot gemaakt. Ja. De wielen hebben de straalkast kapot gemaakt. Want er kwam geen straalgrid meer uit. En Paul had het dek eruit gepakt en bleek dat het allemaal geklonterd was, het straalgrid. Ja, ik dacht eerst olie. Kijk, als je hier goed kijkt, hier loopt het water uit. Ja, en dat laat het grid klonteren. Ja, dit wiel dat lag nog in de straalkast. En ja, we hadden natuurlijk al gezien dat er ook water in zat natuurlijk. Wat een verrassing. Alles van de BNP is gevuld met water, lijkt wel. Inclusief de wielen. En dat heeft er op zijn gemakje uitgedruppeld en onderin komen te zitten. Ja. Klonten in het straalgrid en dan doet je het niet. Nee. Oh. Onze grittendroogplaats. Hier zie je de klonters ook nog. Dus ja, we hebben nou het natte grid zoveel mogelijk eruit gehaald en hier ligt het nou te drogen. Ja, even wachten, de zon is nou daar, dadelijk is hij hier en dan is het zo droog. Je kunt het gewoon opvegen en opnieuw gebruiken. Hij is leeg. Ja, maar echt, het is echt nat. Het is net modder. Ja, dat werkt niet. Nee. Die moeten gespoten worden, maar eerst moeten ze nog worden ontvet natuurlijk. En ik geloof dat ik geen tinner meer had daarvoor. Maar als het goed is, ligt dat nog in die kluis, want dat had ik al besteld. Dus laten we gauw kijken. Zo. Mooi. Kunnen we weer vooruit. Spoeltinner en tinner om te verdunnen. Ja, er is nog verschil. Wat zou eigenlijk precies het verschil zijn? Want die tinner om te verdunnen is best wel een stukje duurder dan de spoeltinner. Spoeltinner is echt om verfspuiten mee schoon te maken en zo volgens mij. Ja, en die andere is echt om verf te verdunnen. Ja. Hey. Yo. Ik wist niet dat je daar zat, joh. Ja, jongen, ik hoorde jou al aankomen. Wat voor muziek heb je opstaan, man? Goeie muziek. Ja, carnaval in de wagen, of niet? Nee, dat was een nieuw liedje van Donnie en René Vroger. Oh. Maar zat je daar al lang verstopt, of niet? Ja man, al een uur. Ik zat op jou te wachten. Ja? Nee, joh, pretkoek. Ik was net de kluis aan het leegmaken. Oh. Ja, wat zat erin? Tinnen.
En envelopjes. Oh. Moeten we openmaken. Oké, okay, hier, ik geef gewoon de camera aan jou. Oh ja, kom maar door. Ik leg dit even hier neer. Ik heb een koek bij. Oh, lekker. Wat gaan we meteen kijken? Ja, als het goed is zijn dit o-ringetjes. Oh! Dit zijn, die kunnen we dadelijk gelijk monteren. Even kijken. Ja. Ja, dat zit dan hierin. Even kijken. Spannend. Oh, nog meer o-ringen. Hey. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. En wat zat er in die kluis? Tinner en o-ringen. Tinner. Oh. 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 Ringen. Jij, Paul? Spoeltinner en gewone tinner, was het verschil? Ik heb geen flauw idee. Ja, spoeltinner is volgens mij echt om verf spuiten en kwasten schoon te maken of zo. Maar zou je het dan ook kunnen gebruiken als ontvetter? Als je iets wil schoonmaken voordat je het gaat spuiten? Neem je niet mag dompelen zeker? Nee, maar van die tuitjes, die koffiefilters, die had je eigenlijk nodig. Dus oh, om verf erin te gieten. Als je de beker vult, dat je ze door een zeefje gooit en dan krijg je niet meer van ja, die dan heb je de krelletjes niet. Ja, ik ken die dingen. De krelletjes, ja. Ja, de krelletjes, ja. Ja, die heb je dan niet. Maar dat is niet echt een koffiefilter, maar dat is echt zo'n papieren ding met eronder in zo'n zeefje. Ja, er zit zo'n stukje van dat vliegengaas, maar dan iets fijner zit daarin. Ja, die krijg je dus ook in verschillende gradaties. Dus, ja. Maar er zit in de verfspuit zelf zit ook zo'n stuk. Zo'n vliegengaas zeefje wel, hè? Ja, maar dat is... Maar die zat al vol. Die zeg maar voor... dat is echt het laatste redmiddel, om precies, zo maar te zeggen. Dat wou ik net zeggen. Het ultieme redmiddel, ja. Ja. Maar... Nou, ik ben benieuwd wat mensen daarvan vinden. Dus zet vooral even in de comments wat jij daarvan weet. Dan ben ik benieuwd. Want ja, anders zou ik liefst gewoon spoeltinner gebruiken voor alles. En dan die iets duurdere tinner gewoon niet kopen. Maar ja, dus... ja. Ja, toch? Het is het zelf even drogen. Straalgerit drogen. En we kunnen iets meer hier naar de hoek trekken, dan hebben we hier ook al zon. Kijk. Ja, ik denk dat we dadelijk het tweede deel daar neerleggen, dat eerste deel al droog is. Ja, dat gaat best snel. Het is winter gewoon lekker warm, omdat dat de donker van kleur is. Kom. Er gaat gewoon steeds een straalgrid liggen, hoor. Mmm. Oké. Okay. Ik ben nu een rubbertje aan het maken om tussen die houten plankjes te maken om het hier af te dichten. Dat er geen water meer uit kan lopen. Aha. Er ging natuurlijk ook gewoon nog tinner staan. Zo. Uitblazen. Zo. Een beter zicht op alles. Ja, lekker. Wat is dat? Hallo, joh.
de gasmeter. We hebben hier nog een hele grote, dikke leiding naar binnen liggen. Want er was namelijk van die drie cv-ketels die er op een rij zaten. Ja, we willen die leiding sowieso weg hebben daar, want die is niet meer nodig. En zo'n gasinstallatie mag je niet zomaar zelf aan liggen te freubelen, om het zomaar te zeggen. Dus hebben we een paar specialisten die dat komen regelen. Oh. Hey, Jeroen. Hey, goeiedag. Ja, leer ik namen snel hoor. Staat erop. Ja. Hey, ik ga heel eventjes de gasdruk meten en kijken of dat hij niet te ver daalt. Zodat we kunnen controleren of dat er ergens even kijken naar dingen zet. Even kijken naar gaslek. En dat doe ik door middel van een drukmeter. Ja. Kan ik een ding testen, een drukval. En in 3 minuten tijd, dan mag de druk niet verder zakken als 1 millibar. Ja, oké, dus doe je de hoofdafsluiter dicht, denk ik. Doe ik de hoofdafsluiter. En dan meet je ondertussen de druk. Ja, en dan zet ik hem hier op de meetnippel. En dan laat ik hem 3 minuten aftellen en dan kunnen we meer zien. Ja, misschien wel eventjes. Als iemand binnen warm water pakt, dan is het gas in één keer op. Ja. Nou, we hebben hier een inkomende druk van 71 millibar. Ik heb hier een startdruk van 70,9 millibar. De druk. Nou, hij telt hier af 3 minuten. En dan zien we hier een lijntje lopen. En op het moment als hij gaat zakken, dan houdt dus in van dat er ergens een lek zit in de installatie. De cv-ketel die heeft een gasblok. Ja. En zo'n gasblok die mag maximaal maar 50 millibar hebben, zeg maar. En anders kan het kapot gaan als hij erboven komt. Ik heb hier ik had net een startdruk van 70,9 millibar. En ik zou heel eventjes moeten kijken op hoeveel dat die is ingesteld, deze gasreduceer. Nou, dat is in ieder geval dan weer wel goed nieuws. Ja. Oh joh, maar dat die druk ook te hoog kan zijn. Hoe hoog is die druk die vanaf het net komt eigenlijk? Meestal rond 125 millibar. Ja. Dan moet die eigenlijk terug worden gereduceerd tot 50 dan daar. Ja, daar zit een reduceer op. En die reduceer die mag maximaal eigenlijk maar 35 millibar zijn. Dus die eigenlijk een stukje lager. Ja, dus hij heeft nou zeg maar, of hij heeft net een drukstoot gehad, maar het kan ook zijn dat die reduceer defect is. En dan moet die worden vervangen door een Nexus. Ja, oké. Hij maakt gewoon een grafiek hier zo links, daar zie je de druk in en de onderste lijn, dat is de tijd zeg maar. En die telt af tot 3 minuten. Nou, hij is gestart op 70,9 en de einddruk na 3 minuten is ook 70,9. Dus dicht. Je gasinstallatie is dicht, dus dat is goed. Ja, super. Ja. Maar er is een pilek buiten. Maar dat doe je eigenlijk met een beetje zeepsop natuurlijk. Ja, inderdaad. Dan kan ik ook controleren. Oh, natuurlijk, ja. Als nou de druk oploopt, dan is het ook niet goed. Ja, zeker. Oh ja. Een membraan in, een rubber membraan, en die zit hier zo aan de spindel geschroefd. Op het moment als je die indraait, dan vouw je hem naar binnen en dan gaat hij druk opbouwen. Oh ja. Dus zij is eigenlijk wel gewoon goed. Ja. Hij is goed. Ja, want hij staat nou inderdaad hier net iets boven die 30 millibar, zie je dat? Ja. Nou, deze koppeling ging een stuk makkelijker los van de waterleiding. Of hij is een stuk sterker, dat kan ook. Dat denk ik eigenlijk. Zou dat zijn? Ja, als straks de gas eraf is van die leiding naar binnen, dan kan ik hem binnen verder wel afbreken. Leiding, maar. Nee, want wat mij betreft zou die hier helemaal tussenuit kunnen, maar het is maar wat makkelijk is voor je. Moet die bocht er ook tussenuit? Ja, die kan ik eventueel ook zelf losschroeven hoor. Nee, is goed. Dan zetten we hem zo meteen weer in elkaar. Ja,
werkt dat? Hij maakt krasjes op de schroefdraad, zodat hij die Teflon tape niet zo makkelijk eraf schuift. Drukvaltest. Nou, start is 64,8. Mm-hmm. Start ik hem en dan zet ik hem weer dicht. Ja, nou, het was net een verschildruk van 0,2 millibar en na het aandraaien van deze drie koppelingen was hij eigenlijk helemaal dicht. Netjes, lekker man. Hey, goed? Hij is dicht. Hij is dicht, ja. Hey, hij lekte straks, of niet? Ja, een klein beetje, ja. Er waren de knelkoppelingen, daar zat iets op wat in, dus die heb ik nog een beetje aangetrokken. Ah, ja. Oh, dus dan zie je, zo'n meting is toch niet voor niks dan? Nee, zeker niet. Dus, wat heb je toen met zeepsop opgespoord? Ja, met zeepsop, maar dat kon je eigenlijk niet zien. Het was heel erg minimaal, dus ik heb het gewoon allemaal eventjes strak aangezet. Deze heb ik ook nog heel eventjes aangedraaid. Ja. Dus dan was hij weer 100% dicht. Kijk, super, dankjewel. Dan kan die leiding daar, dan kan ik die weghalen daar van de muur. Dat scheelt ook weer. Zoals we hem aantroffen, zo is hij nou weer 100% dicht. Top joh, hey, hartstikke bedankt. Graag gedaan, graag gedaan. Poppetjes in het kastje dicht. Oké. Heel aan het ontroesten geweest. Maar we hebben hier nog een paar draadeinden die afgebroken zijn. Tenminste, de afgebroken bouten. Even een moertje eromheen lassen. Zo. De gas staat dicht. Oh, deze die hadden we zo uitgedraaid. Met de tang al wel, denk ik zelfs. Nou, dat is een prima bout. Kun je zo in het rek gooien weer. Een beetje hier zo neerleggen. Ja. Plop. Dat is hem, oude lager. Even een lekkere grote dikke las aan de binnenkant. Zodat je vlees hebt om te kunnen slaan. Ja, dan krimpt hij ook. Ah, ja. Komt hij ook wel los te zitten. Ja, dan ziet er netjes uit weer. Laat hem eruit tillen. Goeie. Bonk.
Nou, hier kan je wel eer aan halen, maar kijk hoe die eruit ziet. Ja, en die andere zag er net ook zo uit. En dat was ja, zo geregeld. Als het eenmaal werkt, dan kun je ook door schieten. En roest straalt sowieso makkelijker af dan lak. Ja. De lak is toch net iets elastischer, waardoor het door het stralen minder snel wegslijt. Ja. En ik heb hier hem al vet vrijgemaakt, want er zat hier net nog een dikke klodder vet. Ja, vet en dat wil is je ook niet in het grip hebben. Dus, Nee, maar dat duurt ook lang voor je dat weggestraald hebt. Vet krijg je niet weg. Dus met de naaldenbikhamer net zo. Als er van een vet zit, smeert hij allemaal uit zo. En dan wordt echt zo'n poetie en dan gaat het niet weg. Dan moet je even wegsteken gewoon. Ja. Dat is het makkelijkste. Goed. Dat is mooi. Ja, kijk hier dan. Netjes. Heel stuk eraf al. Ja, dit valt al niks tegen. Dat is leuk met die naaldenbikhamer daar. Dat vliegt eraf, jongen, dat spul. Ja, dat is natuurlijk niks, hè, met alles slijpen en zo. Er valt allemaal stof op de grond. Dan moeten we eerst even op gaan stofzuigen natuurlijk. Er zit ook nog een zak in zelfs. Die mag er wel uit. Dit moeten we misschien ook eruit halen, dit filter. Weet je nog? Oh, hij is daar niet mee eens dat er geen zak in zit. Zo, juist. Het is een vampier, jongen. Een vampier! Moet je mee opletten, jongen, met zo'n vampier. Hier, Tom, zal ik hem eens in je nek zetten? Nee. Ja, dan heb jij iets uit te leggen, jongen, bij die van jullie. Ja. Zegt ze, ik had dat dan zo in je nek! We gaan natuurlijk weer benzine opzuigen. Dat hebben we al een keer eerder gedaan en toen werkte het niet zo goed. Maar we gaan deze keer het noodlot een handje helpen. Kijk, uiteindelijk gaat die benzine natuurlijk door de motor heen. Maar dan moet je al behoorlijk veel benzine op stofzuigen. En dan hebben we dadelijk een hele stofzuiger vol met benzine die aan het fikken is. En dat brandt gewoon best wel lang. Benzine fikt echt niet zo snel. Dus we willen eigenlijk dat die benzine gewoon meteen de motor in gaat. In plaats van dat hij heel die bak eens moet gaan vullen. Dus we maken een gootje dat hij het daar meteen in stuurt. Je hebt hier een lipje waar. Ja, dit is gewoon echt een perfect benzinegootje. Ja. Hey, zie je dat? Oh wacht, hij moet er wel echt daarin zitten ook. Dit is goeie. Ja, deze keer ging hij wel aan, hè? Ja, heel mooi. Ben je tevreden, Paul? Ik ben heel tevreden. Dat was jouw experiment eigenlijk, ja. Hè? Je hebt zelf, toen het de eerste keer niet lukte, heeft hij gewoon zelf nog een stofzuiger meegebracht om het alsnog te laten slagen. Ja, precies. Maar nu is het dus echt gelukt. Dus, dikke ja! Hij ging hard. Ja, de hoofdvideo die komt er natuurlijk snel aan, hè? Dus ja, we doen nog even geen spoilers, maar hij ging wel, het was straalaandrijving hoor. Een heuse turbine erin. Ik dacht even dat hij ging opstijgen. Turbo! Turbo!
Ja, dat ging lekker. Hé, hey, maar ik denk dat we het moeten gaan afsluiten. Hè? Ja. Het is, we kunnen nog even een paar kleine dingetjes doen. Ja. Maar ja, ik zou zeggen, Paul, hartstikke bedankt voor de gezelligheid en je hulp. Ja. En de stofzuiger natuurlijk. En ik zie je graag weer een keer terug, ja, uiteraard. Altijd, hè? Weet je. Dus, ik hou je op de hoogte. Komt goed. Hey mensen, jullie allemaal hartstikke bedankt voor het kijken in deze video. En tot de volgende.